Nou, toen kwam ik op kantoor en toen kwam ik bij Van Heijstation. En toen ben ik gegaan naar de ESO. Ik vond het heerlijk naar kantoor. Ze sporen ze ging en zei, moet ik al weg? Want ik moest al weg. Wat moest u doen op kantoor? Wat ik moest doen? Ik was stenotypiste. En aan de hand was ik zodanig gestegen dat ik was hoofd van de 7 en op het laatst waren er 14 en die kwamen bij mij in de opleiding. Hoe bent u stenografiste geworden? Ja. Heeft u daar een opleiding voor gevolgd? Nee, ik heb stenografie geleerd op een cursus voor stenografie. En dat heb ik op eerste banen, heb ik dat al door gedaan. En dan hadden we zo'n boekje vol. Waar we dan schrijven. Nou, dan kwamen we naar de afdeling terug. Kijk, is mijn boekje vol? Dus er zat een vol met stenografie. En er zat iedereen die zat al te denken. Oh, kun je dat lezen? Ja, ik kan het zo lezen. Oh ja, kan je zo lezen? Nou, dat vond ik helemaal macht dat ik dat wel lezen kon. Misschien zou ik er nog wel wat van kunnen, maar ja, het was... Als u dat gestenografeerd, moest u dan gaan doen ermee? Uittypen? Ja, dan ging ik naar mijn eigen machientje. Dat was dan zo'n bakkie, twee van die bakkies. Daar een machientje, daar stond dan zo'n soort rollator. Kon je dan met je elleboog de regels opschuiven. En dan ging je steeds regelen, ging verder. En zo kon je alles nog blijven tikken. Ja, en dat vond ik heerlijk. Maar dan kon je ook heel snel typen. Ja, ik kon ontzettend vlug typen. Maar ik moest wel steeds mijn ene oog erbij houden. Ik moest af en toe even kijken waar ik precies zat, hè. En als je een fout maakte, dan moest je dat overnieuw typen? Nee, dan had je het zonder soort lak. En dan moest je in de machine, in de rol, moest je dan met z'n deur lakken. En als dat stijf was, tenminste stijf, dat was gauw genoeg, dan kon je er weer overheen slaan. Ja. Een zalige tijd.